Dier en Vriend TV, het dierenprogramma van Stichting Mens en Dier Nederland, wordt mede mogelijk gemaakt door Dierenspeciaalzaak Dobby Leidsenveen, Dierenspeciaalzaak Dobby Scheveningen en Hart voor Dieren, het magazine voor alle dierenvrienden. Welkom dierenvrienden, leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Dier en Vriend TV. En ditmaal ook weer vanaf de dierenambulance Den Haag met de welbekende Inge. En een prachtige kerstboom tussen ons in. En dan begin jij ineens te lachen. Wat vind jij nou van mijn kunstwerk? Ja, hij is prachtig. Ja, ik vind eigenlijk dat we best tegen de kijker kunnen zeggen. Als u een goede donatie doet, dan kan u deze boom meekrijgen. Dat is toch een goed idee? Nou, dat is een prima idee. Ja, dat lijkt mij ook. Dus ik ben er echt heel lang mee bezig geweest. Wat alleen het geval is nu. Wij gaan, dit is dus de pre-Christmas uitzending, om het maar zo uit te drukken. Want volgende week dan zijn we ook weer bij de dierenambulance. En dan krijgt u met allerlei kerstmuziek en met veel meer mensen gaan we natuurlijk ook zoveel mogelijk katten proberen aan de man te brengen. Nieuwjaarsuitzending hebben we ook nog. Lekker champagne op tafel. Maar nu gewoon even net voor de kerst. Een klein beetje in kerstsfeer. Maar er zijn een hele hoop katten die heel graag voor de kerst onder die boom, of misschien wel die ballen uit die boom willen slaan. Hè? Ik mag het wel hopen. En daar zitten er. Ik heb hier een lijstje mensen. Dat zijn er echt veel en veel te veel. Er komen ook een aantal katten die hebben al een paar keer uitgezonden. Of in ieder geval één keer. En onbegrijpelijk, die zitten er nog. Zoals een fantastische mooie Kjell. Ja, dat is echt een vreselijke lieverd. En helaas is die er nog, ja. Ja, en ik snap het ook niet. Eén ding wat ik dus wel echt zeker weet, want ja, je weet zelf, hier kom je natuurlijk ook heel vaak. Als ik kijk, want het was een beetje einde zomer, najaar dat we hem hebben uitgezonden. Ik ben er nou weer geweest. Hij is al zoveel minder angstig geworden als 3 maanden terug. Ja, het gaat stap voor stap gaat er steeds een stukje beter met hem. En hij probeert zichzelf natuurlijk te overwinnen en het vertrouwen in mensen terug te krijgen. En het gaat ook steeds beter. Ja, want als ik nu aankom, hij komt gelijk naar de tralies toe. Vreselijk eigenlijk, al die dierachtige tralies. Ik word er eigenlijk soms best wel eens een beetje beroerd van. Nou, zeg ik zo, van als jij dan nu misschien Kjell wil gaan halen. We hebben al eten voor hem staan. Dan gaan we proberen deze eens eventjes nu op tafel te zetten, oké? Gaan we zeker doen. Nou, u ziet het. Hij heeft ontzettende honger. Hier is hij dan, de Kjell, die al een keer eerder in de uitzending is geweest. Hij vond dit ook weer even doodeng. Ik blijf echt een beetje rustig praten. Mocht hij ervan afgaan, laten we er gewoon van afspringen. Maar 3 maanden geleden hoefden we dit niet te doen. Dat is gewoon een ding wat zeker is. U ziet wat een prachtige kat. Ik hoop dat iemand ja schat. Heel ontdekkend, maar ja, dat is logisch, want je zit natuurlijk in een hele rare ruimte. Maar toch even in het kort. Mensen hebben natuurlijk al eens eerder kunnen zien, maar misschien dat je toch nog in het kort dan over deze prachtige Kjell, die nu lekker aan de wandel gaat, wil praten. Ja, dit is onze lieve Kjell. Hij is van nature heel onzeker natuurlijk naar mensen toe. Dus je moet heel doortastend zijn, wil je hem op zijn gemak kunnen stellen. Jij moet de baas zijn over hem, dat vindt hij prettig. Als hij onzeker wordt, wil hij uit gaan halen. Dus dan moet je echt op bedacht zijn. Hij is ongeveer uit 2007. Hij liep al 2 maanden op straat voordat we hem ophaalden. De mensen hadden hem al een paar keer zien lopen, maar kregen hem ook niet naar binnen. Hij is een beetje met snot binnengekomen. Het bleek dus dat zijn gebit ook niet goed was. Dus die is ook gedaan. En ja, hij is nu gewoon helemaal op en top en klaar voor een nieuw huisje. En hij hoopt ook op een leuke kerstboom. Ja. Niet meer dan terecht. En het is ook weer zo overduidelijk, want ja, we zitten hier natuurlijk relatief eigenlijk klein behuisd. Hè? Want ten opzichte van alle katten die er zijn. De kattenkamers en de balie en dergelijke grenzen behoorlijk dicht aan elkaar. Nou, op het moment dat er ineens heel veel telefoonverkeer is en dergelijke. En zou je net zien, precies op het moment dat jij die kat gaat halen, is er en mobilifoon en telefoon en er werd vrij hard gesproken, dan wordt het dier gek. Op het moment dat jij dus in een rustig huisgezin, in feite zoals jij er dan nu mee stond, ook eventjes buiten beeld om, en je geeft hem gewoon de rust en liefde,
dan komt hij helemaal snel bij. Dus een rustig huisgezin, zonder kinderen, zonder andere katten, is er helemaal toppie. Ja, want hij kan niet met kleine kinderen, wegens natuurlijk zijn onzekere gedrag. Andere katten vindt hij ook helemaal niet leuk. En inderdaad, dat hebben de mensen natuurlijk niet gezien. Als je even buiten beeld wat ik gedaan heb, je staat hem even lekker te kriebelen en te aaien. En je ziet gewoon dat hij steeds ontspannender wordt. En het is eigenlijk een vreselijke knuffel. Ja, absoluut. Want in zijn hokje voelt hij zich dus ook veilig. Dus ik hoop echt dat u deze kat nu een kans wil geven in een rustig huisgezin. Dat hij, dat heeft hij toch wel echt verdiend. En dat fluisterde je net even in mijn oren. Dat die cd, die had ik de vorige keer al beloofd. Dus die lag in jouw lokker voor hem klaar, hè? Ja, die ligt inderdaad voor hem klaar. Die krijgen de mensen dan mee en daar wordt hij lekker rustig van. En hier is hij dan, althans dat was heel even, onze prachtige Krummel. Gelukkig hebben we ook... Ik pak hem zo nog wel even. Hey, gelukkig. Maar wat ik eerst even wilde zeggen, u zag net Ingo aankomen lopen met Krummel. En dat was met een handdoek over hem heen. Dat wordt vaker gedaan op het moment dat een kat toch, doordat je ermee loopt, misschien even wat eng vindt en je komt door andere ruimtes. En dan voelt hij zich eigenlijk heel geborgen. Hè? Ja, dan voelen ze zich zeer prettig, blijven ze ook rustig. Als je, tenminste, onze ervaring is, als je dat niet doet, raken ze sneller in paniek. De kat kan open gaan liggen, wij kunnen open gaan liggen. En gewoon een simpele handdoek, het hoofdje vrij en ze zijn lekker rustig. Ja, dus dat is heel goed ook eigenlijk als je zelf een kat moet pakken die moeilijk te pakken is om in een mandje te zetten of zo. Is dat de oplossing? Dat, mijn eigen ervaring is dat wel. Ik heb ook hele bange katten thuis. En als ze echt zo in paniek zijn, pak ik een grote handdoek, lekker dik, rustig over hen heen. En je pakt ze erin en je zet ze rustig in het mandje en er is niks aan de hand. Nou, dus weer een tip even zo tussen neus en lippen door. Maar het gaat in feite natuurlijk om deze prachtige Krummel. Ja, daar gaan we het nu over hebben. Nou, kom maar op. Nou, hij loopt hier natuurlijk nu ergens, is Krummel. Hij is binnengekomen met leververvetting, omdat hij heel lang op straat liep. En weinig heeft kunnen eten. Dat is door voeding en goede verzorging is dat goed gekomen. Hij is ongeveer 10 plus. En het is ook een onzekere kat, wat bangig, dus heel veel tijd en aandacht en veel geduld. Zou hem ook niet bij kleine kinderen doen. De andere katten hebben nog niet echt uit kunnen proberen. En hij is ook gek op eten, gek op aandacht, maar je moet ook doortastend zijn en gewoon hem de tijd geven om aan je te wennen. Nou ja, eigenlijk bijna elke keer, alleen gek op eten. Ja, het is natuurlijk nu spannend, andere kamer. Dat is nou weer het verschil. Kjell die vond het ook allemaal best wel eng. Het is natuurlijk ook de behandelkamer waar onderzoeken gedaan worden op zijn tijd. Kjell die vrat het gewoon met het bakje en al bijna op. Oeh. Oeh. Nou, ik moet wel zeggen, hij is wel mooi. Hè? Oh, jij gaat alleen maar kopjes geven. Dat is onze kerstboom. Die hebben we net voor een flinke donatie aangeboden. Nou, u ziet het. Dit noem je een bange kat? Ja, geef het kopje. Dat is hij ook. Hij is van nature heel lief, maar hij is best onzeker. Dus als hij in iets nieuws gebeurt en hij kent niks en harde geluiden, kan hij onzeker zijn en een beetje het natuurlijk uithalen. Maar ja, welke kat niet? Ja, daarom. Maar dat is ook, ik zeg ook wel vaker, dan lijken we wel papegaaien. Maar een kat moet je nou eenmaal, als hij in huis komt, zijn gang laten gaan. En hij beslist wel wanneer de tijd rijp is om op schoot te springen of naast je te komen liggen. Dat scheelt ook per kat. En nogmaals. Is dat bij mensen niet ongeveer hetzelfde? Ja, schat. Ja, nou loopt ze gewoon weg, want daar wil ze natuurlijk niet op antwoorden, denk ik. Nee, dat is niet. Ik pak hem nog even. Hey, kijk. Krum? Nou, weet je wat we anders moeten doen? Oh, gaan we het zo doen? Gaan we het zo doen? Dit bedoel ik nou. Hoe gaaf. Je legt even je hand erop en gaat gelijk... Volgens mij, ik weet niet, maar volgens mij zijn we maatjes geworden. Ik geloof het ook. Je hebt nog ineens eten gehad, hè? Nee, oh, daar gaat, onze boom. Kijk eens. Wil je nou? Die vind ik nou weer gaaf. Zo, wat kun jij hard? Ja, laat je me zelf even goed zien.
Nou, we zeggen ongeveer niks, daar gaat onze boom weer. We willen die aan een kijker voor een donatie zien te verkopen, Inge. We moeten hem naar mij schelen. Nou, het gaat om de kat, toch? Daar gaat het ook om. Hij is leuk. Hij is heel leuk. We gaan alleen dus niet over hebben hoe ik er dus nu uitzie. Nou, mensen, ik weet ook eigenlijk bijna niks te zeggen. Want ik weet genoeg te zeggen, maar ik ben wederom onder de indruk. Nou, nu is hij toch weg. Toppertje. Dus niet bij andere katten, geloof ik. Dat was een beetje twijfelachtig. Sowieso natuurlijk niet bij de jonge kinderen. Geef hem ook maar zo'n cd'tje. Ook zo'n cd'tje? Nou, gaan we doen. De vermiste dieren kunt u nogmaals bekijken op www.dierenvriend.tv. Hier kunt u ook vermiste dieren opgeven. En dit is dan onze Becky. Prachtig klein zwart katertje, poesje. Klein zwart poesje. En wat ik hier zelf al over kan vertellen, want er zit hierboven, boven haar hokje, zit ook een ander hok natuurlijk, met een kat. Ja, die gaat het op dit moment nog niet zo goed mee, hè, met Mina. En dan zit zij constant met haar pootjes tegen me aan en een beetje zo van hallo, ik ben er ook nog. Aan de andere kant is ook deze kat, maar mensen, ik heb het al zo vaak inderdaad gezegd. Ze hebben een hoop meegemaakt. En ze zitten hier dan in die hokjes. En ja, dierenartsen, de hele mikmak. Ja, zij vindt het gewoon helemaal niks eigenlijk. Dat is duidelijk. Maar misschien dat er nog bij komt. En anders laten we er gewoon in de handdoek. En men keert dus niets aan deze kat. Want als ze dus in de hokje zit, komt ze ook gewoon echt naar me toe. Een prachtig dier. Inge probeert hem nu nog eventjes wat rustiger te krijgen. Maar als je zo'n dier thuis hebt en dat de kans geeft, dan heb je daar binnen no time een schat aan. En er zijn op dit moment ook best wel veel katten. Dus dan wordt de stress ook nog eens een keer wat groter. Dat is een heel groot verschil, maar kijk, er is er al een klein beetje. Echt een mooi, prachtig, gitzwart poesje. Nou, ik denk ook dat ze hartstikke jong is, hè? Ja, ze is nog niet zo oud. Het is... Ja, maar komt als... Laat er eerst maar lekker bij komen. Hi Becky. Kom je lekker eten?
Eerste brokje er ook alweer in. En nou wordt het toch wel... Nou, overwint dat. Zo. Nou, Inge, you did it. Wat kan je voor de rest over deze lieve Becky vertellen? Nou, ze is ongeveer een jaar oud. En ze is binnengekomen bij ons met een gebroken bekken. Dus ze heeft heel lang hokrust moeten hebben. En gigantisch veel pijn. Natuurlijk, daar heb je zoveel mee moeten doen om er beter te maken. Dus dat is natuurlijk ook heel eng. Want dan moet ze naar een dierenarts, wordt ze weer opgepakt, doet weer zeer. Dus ze begint langzamerhand het vertrouwen in mensen terug te krijgen. En ze wordt steeds liever en liever. Ze is dol op aandacht. Alleen ja, ze is natuurlijk nog steeds een beetje bang dat ze, als ze opgepakt wordt, dat ze weer naar een dierenarts moet of dat ze weer pijn krijgt daardoor. En nu proberen we langzamerhand te wennen van dat aandacht ook heerlijk en gerustgevend is en gewoon gezellig is. Ja, en dat zie je dus ook als ze in de hokje zit. Ik ga eens eventjes... Hey, Bek. Hey. Ja. Goed zo, lieverd. Goed zo. Ja, ik voel het hartje nog een beetje tekeer gaan. Hè? Het gaat al beter, hè? Zo, word je nou door twee mensen gelijk geijsgat? Hé? Hey? Dag, Becky. Nou, en zo draait de camera maar door. Terwijl we eigenlijk niet zeggen, maar ja, dat is ook logisch met zo'n kat. Maar net als met Krommel hiervoor. Ja, eventjes weer overwinnen. Nou, ik heb van Becky dan nog geen kopstoten gekregen, zoals van Krummel net, maar je doet het goed. Na de prachtige zwarte Becky hebben we nou een hele mooie witte poes. Een hele bijzondere poes. Helaas is dit dier alleen ook op straat gevonden, gechipt en wel, maar de chip stond wederom niet geregistreerd. En ik heb ook begrepen dat dit dier er erbarmelijk slecht aan toe was. Ja, toen wij er ophaalden was ze er heel slecht aan toe. We hebben er zelfs moeten dwangvoeren om er in leven te houden. Ze was erg mager, uitgedroogd. En zoals je ziet is ze nu weer lekker levendig, helemaal bij, gezond en wel. Het is alleen één probleem. Wat ze eraan overgehouden heeft, is dat ze af en toe met die kop gaat schudden. Ja, ik heb begrepen dat, hè, ze kan zelfs een rondje draaien. Ja. Maar ik heb ook wel begrepen dat het wel minder aan het worden is, hè? Ja, het is wel minder aan het worden, maar we kunnen natuurlijk niet zeggen dat het definitief wegblijft of weer erger wordt. Het is maar hoe ze zelf natuurlijk ook de toestand is in de koppie, hoe rustig ze is. Ja, maar dat is sowieso... Het is wel een mooie... Hé, hey Becky. Hij schat. Nee, Sneeuwwitje. Sneeuwwitje, ja. Het is erg dom van mij. Je ziet nu ook, het is nu spannender. Kom maar. Ja. Nou eens even... Oh. Kom je eens hier? Zo. Even helemaal niks doen. Als je namelijk... Als je de afloop mag, dat mag. Als die spanning heeft... Dan zie je de rondjes lopen, zag je net ook. Nu, eventjes wat rustiger. Dan wordt het ook al minder. Ik denk zelf dat het dier heeft zoveel meegemaakt weer. Ja, u hoort mij dat vaak zeggen, kijker. Dat is, kom maar. Het is allemaal goed, hè? Nu is het alleen maar ontdekkend. Ja, geen kopje schijf, schat. Kijk eens even. U ziet dat in deze uitzending hebben we wat moeilijkere katten. Maar ik vind dit ook zo'n gigantische uitdaging om dan zo'n kat weer gelijk rustiger te krijgen. Goed zo. Als jij heel voorzichtig de bomen alleen wil vasthouden. Maar ben ik trots op jou, Sneeuwwitje. Ziet u? Daarom hebben we bijvoorbeeld ook die cd gemaakt. We hebben hem nu heel zachtjes hier ook opstaan.
Het is voor elk dier goed, maar juist voor dit soort dieren. Het is ook een zenuwtrek hoor. Echt, als je mijn mening vraagt, ik ben natuurlijk geen dierenarts, maar zij heeft nogal wat meegemaakt. Werelddier. Hoe oud is ze eigenlijk? Zij is ongeveer uit 2006. En ja, ze heeft natuurlijk behoorlijk wat meegemaakt. Ze is ook onderkoeld geweest. Er is een HT-scan of een controle uitgevoerd. Dat was een rode bloedlichaamcel. En die moet wel over 3 maanden ongeveer even herhaald worden. Voor de zekerheid of die nog goed is. Want de laatste keer was die wel goed. Maar dat geeft natuurlijk geen garantie. Ja goed, maar dat zeg ik ook al. Garantie kan je nooit krijgen op het moment dat jij een jonge kitten haalt of een pup. Kom eens. Ja, goed zo. Ben je mooi? Ja? Wat hoor jij nou allemaal, hè? Mooie staart? Nee. Prachtig dier. En we hebben deze toch wel lekker op tafel kunnen houden. Het is, hetzelfde laken en pak. Wat je net al tegen mij zei, ook natuurlijk geen jonge kinderen, absoluut niet. En van extreem belang. Deze kat, je weet nooit, hè, omdat hij natuurlijk toch nog wel schrikachtig is. En die reacties soms kan vertonen, al merk ik het nogmaals nu helemaal niet van. Het is wel van extreem belang dat deze niet zomaar weer op straat terechtkomt. Dus een hermetisch afgesloten tuin. Zo. Ja, wat wil je nog meer kopjes geven? Mag ik niet meer met de kijker praten? Wil jij niet lachen? Dit is gewoon liefde van een kat. Sorry hoor. Ja, denk erom hè. Nee, ben je jaloers? Jouw vriendje zit hiernaast hoor. Dus nee, dat is. Ik vind het weer. Kom je toch eens? Kom je nog een keertje? Ja. Ja, goed zo. Goed zo. Ja, schat. Nee, nogmaals, ik ben geen dokter, maar ik heb het idee als je dit dier, als die de echte rust krijgt, dat er helemaal niets meer aan de hand is. Dat is mij, nogmaals, geen garantie, hè, wat Inge ook zei. En ik heb er heel veel vertrouwen in ieder geval. Ik ben weer wederom. Ik word er eigenlijk een beetje gek van. Al die katten, je wil ze eigenlijk allemaal zelf meenemen. Heb je er niet ook last van? Nee, ik heb er al genoeg thuis. Ja, maar diep in je hart zou je het soms wel willen, hè? Ja, mijn hart is groot genoeg, maar nee, het gaat gewoon echt niet. Nou. Maar goed, ik ben trots op deze poes. Dan gaan we zo dadelijk, want zoals ik al zei natuurlijk, hebben we nu een uitzending net voor kerst. En jou zien we niet meer, maar Nancy ook niet meer. Dus zo dadelijk komt Nancy ook nog eventjes met een kat en die heet Mustafa. En die heeft daar uitgekozen en zei, ja, dat is mijn ventje, die wil ik doen. Dus zo dadelijk komt Nancy even. En dan hoop ik alleen daarna even aan het einde dat jij ook nog even komt. Kan je de kijker ook in ieder geval nog eventjes gedag zeggen. Is dat goed? Zal ik zeker doen. Kom Nancy hier naartoe. En het enige wat ik hoor. Hi Moes. Ja, ik ken jou ook al langer als vandaag. Hè. Van je motortje staat aan. Je motortje staat aan. Met andere woorden, al loop je door de gang heen. Het maakt voor deze heer niet uit. Al pak je hem op, dan maakt het al niet uit. Gelijk als je hem oppakt, dan staat zijn motortje aan. Oké, dat is een hele duidelijke zaak. Waarom zit hij hier dan nog? Werkelijk geen idee. Het is een schat, het is een lieverd. Maar, oké, we gaan nu even een serieus gesprek over Mustafa houden. Hij had alleen dus een nierdieet nodig en 1 soort medicijn, heb ik begrepen. Hij heeft inderdaad nierdieet en hij krijgt dus inderdaad 1 maal daags een felimazol om de werking van de nieren te ondersteunen. En ja, zoals je ziet, het is een pracht van een kat. Hoe gaat hij met andere katten om? Dat zou ik niet weten. Ik heb al heel lang daar niet in die kamer gezeten. Volgens mij gaat het wel redelijk, maar ja, dat hangt ook natuurlijk van de kat af. Ja, oké. Okay. Nou, misschien dat Inge zo dadelijk daar nog iets. Dan trekken we die nog eventjes bij de camera erbij. En voor de rest, kinderen en dergelijke. Nou ja, hij is hartstikke lief. Dus sowieso, oudere kinderen is geen probleem. Ja, jongere kinderen is toch altijd even opletten. Maar ja, dat is met ieder dier natuurlijk. Hij kan gewoon binnen, dat is geen probleem. En het zal me ook niks verbazen als hij het niet erg vindt om buiten te spelen. Alleen moet je wel in de gaten houden natuurlijk dat hij wel een dieet voor heeft.
Ja, dat hij niet even stiekem bij de buren van allerlei lekkere dingen gaat halen, want dan krijg je dus wel problemen. Ja, dan als hij te veel van het andere voer gaat eten, kan inderdaad zijn nieren kunnen een terugslag krijgen, waardoor ze dus minder gaan werken. Ja, oké. Nou, inmiddels zit, want hij zit hier ook al denk ik al een maand of 3, 4? Volgens mij langer zelfs al. Hij zit er volgens mij net voor de zomer al. Ja, moet je nagaan. Nou, je ziet hoe sprankelijk hij eruit ziet. Dus nou, laten we hopen dat jouw mannetje nu eindelijk een keer... Kijk, Mau wordt opgehaald nog voor de kerst. Het enige is wel jammer. Wij praten maar over Mustafa, maar waar is Mustafa? Ik ga even kijken of ik hem hier kan krijgen. Moes. Maar Moes is niet zo van het eten. Moes is van ontdekkingstocht. Hij wil liever rondlopen en ontdekken dan dat hij wil eten. Wat hoor ik? Wat hoor ik nou, Mustafa? Jij. Nou, nu ziet hij hem in ieder geval. Aandacht wil hij heel erg graag. Motortje, dat gaat als een gek tekeer. Het is een ontzettend makkelijke kat. Ja, zo. En wat mij dus nu ook opvalt, dat het ook deze weer ontzettend hard kopjes kan geven. Nou, Nens, het is kort maar krachtig. Daar komt Inge en die kan dan gelijk nog even, ja, kom er maar bij. Dat komt goed uit. Want we hadden nog een vraagje aan jou, Inge. Kom er gezellig bij staan, zou ik zeggen. Want Nancy, dat weet je, die is natuurlijk heel erg veel met allerlei andere dingen bezig die ook erg belangrijk zijn. Dus die weet iets minder over de katten te vertellen of ze bij andere katten kunnen. En dat weet jij vast. Mustafa kan bij andere katten, mits ze heel erg rustig zijn en niet dominant zijn. Hij kan niet met alle katten, maar met sommige wel, sommige niet. Ja, oké. Okay. Het is in ieder geval geen kattenhater zoals Fidor die we destijds hadden, geloof ik. Maar ja, deze kan kopjes geven weer als een gek. Oké. Okay. Nou, Nens, dan is het kort maar krachtig dit keer voor jou. Volgende week hebben we de kerstuitzending. Die week erop hebben we de nieuwjaarsuitzending. Jij bent er niet bij, maar dan kom ik met een aantal andere mensen, medewerkers van de Dierenambulance Den Haag. En dan ziet u nog zeker de prachtigste katten voorbij komen. Nens, ja, nogmaals bedankt. Lieve mensen thuis, ik zie u heel graag dus volgende week met een speciale kerstuitzending. En een hele hoop fantastische katten bij een hele grote boom door een van de medewerkers hier neergezet. Met alle foto's van alle dieren erin. Tot de volgende week. Dier en Vriend TV, het dierenprogramma van Stichting Mens en Dier Nederland, wordt mede mogelijk gemaakt door Dierenspeciaalzaak Dobie Leidsenveen, Dierenspeciaalzaak Dobie Scheveningen en Hart voor Dieren, het magazine voor alle dierenvrienden.